Yo de gast en welkom bij een nieuwe aflevering van het land van vandaag. Een van de landen die waarschijnlijk het meest is achtergelaten door jullie allemaal. En ik wil hem ook al heel lang doen, want er zit een legend bij. Je ziet het al, Roemenië. Je zag het al lang, want ja, de titel die slaat erop. Maar, nou ja, het is dus Roemenië. Een legend, niemand minder dan de legend Hagi. Hij heeft heel veel voor Galatasaray gespeeld. Ik weet niet waar hij nog meer een legend voor is. Real Madrid heeft hij gespeeld, Sporttoel, Barcelona en Galatasaray. Daarmee gaan we spelen. Let's go! Wil je op een betrouwbare Nederlandse plek coins kopen voor jouw ultimate team? Dan moet je naar vivacoinservice.com gaan. En als je dan de code FCR gebruikt, krijg je korting op je aankoop. En daarnaast word je, als er iets fout gaat met je bestelling, ook gewoon direct via hun Nederlandse live chat geholpen. Het land van Roemenië. En Roemenië is niet echt een land dat hele goede spelers heeft. Het enige leuke daaraan is dus eigenlijk de legends. Ze hebben een inform spits, Stanku, en een inform keeper, Pantilimon. Maar ook heel veel zilveren spelers die eigenlijk niet zulke hele indrukwekkende stats hebben. Oh ja, en mobiel is net kapot gegaan. Fucking rip. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Er staat ook een afspeellijst in de beschrijving van alle andere landen die ik wel eens heb gedaan. Laat ook een suggestie achter voor jouw land. Saroeli Arabië vond ik zelf een hele mooie. Israël, daar zat ik zelf aan te denken, maar die is ook wel geniaal. Er zijn misschien nog wel meer opties als jij ze weet. Zuid-Korea, zou dat kunnen? De tegenstander is gevonden en dit is ook... Oké, wat doet hij daar op centerback? Nou ja, Bundesliga team. Dit is ook voor het eerst dat ik met de 4-5-1 formatie ga spelen. Vorig jaar was ik er niet heel fan van, maar misschien is het dit jaar wel echt een formatie die goed werkt. Ja, die goed werkt. Misschien is het dit jaar wel een formatie die goed werkt. Pas zo lang zo'n ding en nooit niks, weet je wel. Laat hem op stenen vallen, alles. Het is niet dat je dronken bent. Ik zat gewoon op het toilet en hij valt er dus kapot. Maar ik zat met een vriendinnetje aan tafel. En hij viel zo van tafel, of niet waar, zo kapot. Is vandaag gewoon telefoon kapot. Ja. Wat kut zeg, maar laat even zien. Ja, het is maar ook een echt lullig hier. Dingetje. Je zou ook echt denken van, hij doet echt helemaal niks meer. Okay. Ja, nu was ik aan het opnemen en... Ja, ik ga weer opnemen. Oké, let's go. We kunnen dit winnen. Oh nee. Dit wordt een goal. Oh, via de lat. Oké, we staan nog steeds op 0-0. Terwijl we al niet heel lang onze controle hebben aangeraakt. Dit is mooi. We hebben nog steeds een dikke kans. Nee. Oh, ja. We hebben weer via de lat. We hebben zoveel geluk. Het probleem met deze opstelling is dat ik nu één spits heb die zelf niet heel veel kan creëren. Naar mijn idee. En dat ik dan vervolgens alles echt via mijn centraal aanvallende middenvelders moet doen. Maar dat die redelijk vaak mee naar achter gaan. Behalve nu. En dat was eigenlijk al de eerste kans. Dat had gewoon een goal moeten zijn. En in de keeper had een zieke redding. Als we dit goed uitspelen, zou het een kans kunnen zijn. Maar dat is meestal als je iets goed uitspeelt. Hagi. En de dribbelen. En... God, non, nee. Ik begin een beetje het idee te krijgen dat het net zoals met het land van Roekraïne, dat eigenlijk alles wel via de legend moet gaan. Omdat de rest van het team gewoon niet heel goed is. Ja, hallo. Dan krijg je zo'n goal tegen. Het is Naldo. Die is natuurlijk wel echt 3 koppen langer dan elke speler die ik op het veld heb. Behalve Pantelimon. Maar die verdediger had hem gewoon moeten hebben. Vrije trap die heerlijk is gegeven. Daar is sowieso niks op aan te merken. En Naldo die is dan zo lang dat hij hem gewoon verlengt. Zonder dat er echt een andere richting aan zit. For fuck's sake, Naldo. Lekker. Ook heel erg mooi. Hagi. Ook heel erg mooi. Hagi. Nog steeds. En hij gaat het zelf afmaken. 1-1. Let's go, jongens. Net als dus bij inderdaad Roekraïne, is het vooral de legend die het moet gaan doen. Hey, hallo. Nee, keeper. Oh, dit moeten we afmaken. Stanku. Ik gaf een dieptebal op wat ik dacht dat een centraal aanvallende middenvelder was. En in één keer ging die speler Stanku in vorm dus 1-1 op de keeper. En toen was de kwestie van langs Beno gaan, wat nog best lastig is dit jaar. En ja, we staan voor. Hij kan dribbelen als een malle. Dat is echt ongelooflijk. Hij wordt nu vies neergehaald en ik wil die vrije trap. Want hij is een vrije trappenspecialist volgens zijn kaart. Nee, Stanku, jij krijgt hem niet. Hagi krijgt hem. Hier, 92 free kick accuracy. Geen speler op de lijn zetten. Tenminste een flikker. Hagi via de lat. Nou oké, een soort van eerlijk, want de tegenstander had ook 2 keer de lat geraakt. Oh jee. Panty! Ja, lekker Pantilimon. En desondanks dat ik de formatie niet eerder heb gebruikt, begin ik er nu wel aan te wennen. Ik snap een beetje wat het strijdplan is. Je moet gewoon alles via die centraal aanvallende middenvelders doen. En we hebben gewonnen. De scheidsrechter floot af, terwijl mijn tegenstander eigenlijk een soort van 1-1 ging. Tenminste, hij was op de middenlijn. Maar ik klaag er niet over. De eerste overwinning is dus een feit. En ondanks dat er niet heel veel gebeurde en we niet heel veel kansen hebben gecreëerd,
ging het wel degelijk. Maar ik ben er nog niet van overtuigd. Wat ik wel nu al heb gemerkt is dat Hagi een van de beste dribbelaars met de bal is die ik ooit heb gezien. Die ik ooit heb gebruikt op FIFA. Nou, de eerste wedstrijd is een feit. Het ging ons redelijk soepel af, want we hebben gewoon gewonnen. De tweede wedstrijd is misschien meer een uitdaging. Nu weet ik wel dat we een soort van tactiek hebben, namelijk alle ballen op Hagi, want Hagi is een fucking bee. De tweede wedstrijd van vandaag spelen we tegen de volgende tegenstander. Damn, Daniel. Back at it again with the Juventus, Bayern, Lyon en Leno team en Abate. Lekker teampje. Team of the year, Pogba. Maar Hagi is beter. Oké, okay. Skill dribbelen. Oh, en dan langs. Oeh, een spin. Oh, er langs. En een balrol. En er langs. En een Hagi. Oh, hij maakt het bijna af. Maar uiteindelijk is het Stanku, volgens mij. Nee, niet Stanku. Het is iemand anders die hem binnen schiet. Is dat mijn centrale middenvelder? Hij had het bijna gewoon helemaal zijn eentje gedaan, hè. Maar toch denkt hij van, nou, laat het maar mijn teammate overlaten. En uiteindelijk doet hij dat ook gewoon. We staan 0 tegen 1 voor. Sneller dan net. Maar net waren we nog niet zo ver in deze minuut. Omdat ik toen aan het huilen was over mijn telefoon. Hagi, look shots. Damn, 0 tegen 2. In één keer, hij eist die bal. Maxime geeft hem. En van buiten de 16, met zijn linker, het eerste schot. Nee, trouwens, het tweede schot dat ik... Nou, het eerste echte schot dat ik met hem op doel heb deze wedstrijd. En dan gaat erin. 0 tegen 2 in de 11e minuut. Ha. Roman. Op Maxime. Time to pull off some skills. Oh, gezien. Koekoek. Hey, hallo, vrijtrap. Scheids! Reffy! Tot nu toe werkt onze tactiek heel goed. Gewoon, zeg maar... Alle ballen naar Hagi. Want elk schot dat hij op goal lost, gaat erin. Of het levert een corner op of zo. Weet je. Daar kan je gewoon eigenlijk niet om klagen. Helemaal niet. Aangezien dat gewoon bijna alle kansen van ons team betekent. Hier, daar gaat hij weer. 0 tegen 3 vanaf de corner. Hij is zo ziek goed. Is denk ik de beste legend die ik ooit heb gebruikt. Als hij zo speelt. Kijk hoe goed hij met die bal omgaat. En dat schot. Ik heb nog nooit iemand zo'n schot zien lossen. Hij kantelt gewoon over zijn eigen... Nou, wat een speler. Het enige wat ik wil om deze video succesvol af te sluiten... is een hat-trick van Hagi. Maar deze kans, als die erin was gegaan, was dat een zieke goal. Oké, nog een kans vanaf een corner. Hij wipt hem op. En hij gaat zelf op avontuur. We hebben er allemaal zin in. Hagi, 0 tegen 4. Deze speler is fucking goed. En mijn tegenstander rage quit. Ja, logisch. Hagi, ik ga nog een wedstrijd met hem spelen. Het zou me niet verbazen als hij hoger heeft dan een 9. Hij heeft een 9, dus mijn voorspelling klopt. Maar het gekke is dat hij 6 of 67 rated CM een 9.3 heeft. Hij heeft een goal en ja, voor de rest eigenlijk niks heel speciaals. Maar oké, een 9.3, dat is echt decent. Ik kan er eigenlijk niet over uit hoe goed die Hagi is. En het gekke is dat... Je betaalt 600.000 voor hem. En dat is logisch. Hij is ook zeg maar fucking goed. Hij linkt dus met iedereen omdat het een legend is. 5-star weak foot, 4-star skill moves. Goede vrije trappen, goede work rates. Is niet de allergrootste. Maar is ook weer niet heel slap. Deze gozer is zo ziek goed. De laatste tegenstander voor vandaag. Tenzij die gaat rage quit. Dan gaan we gewoon nog iemand zoeken. Ik heb zoveel zin om met Harry te spelen. Oh, ik sla mijn eigen mic. Oeh, niet zo agressief. Oh, een BPL team. Haji, met je gouden linker. Oh. Het is... Kijk, dit is het eerste schot dat ik op goal los. En het is ook een curve schot dat er normaal echt gewoon niet in zou gaan. Maar kijk hoe ontzettend hard dat schot is. En kijk hoe ontzettend kansloos hard was in goal. Soms heb je wel eens dat YouTubers heel erg aan het overdrijven zijn en zo. Jullie weten dat ik daar eigenlijk nooit van ben. Ik ben altijd heel realistisch. Maar geloof mij als ik zeg dat Hagi een van de beste spelers is... die ik de afgelopen 4 jaar dat ik FUT speel heb gebruikt. Ja, toen stonden we weer gelijk. Heerlijke voorzet, maar Pantelimon had een zieke redding. Ik was er een beetje stil van, dus vandaar dat ik niks zei. En uiteindelijk scoort Dembele de rebound. Moeten we het weer gaan herstellen met Hagi. Hey, panel. Het ene moment wordt hij onderuit gehaald en ligt hij op de grond. En echt 10 seconden later... Scoort hij. Kijk hem. Hij krijgt de bal op de middenlijn. En boom. Doelpunt. Dan gaan we weer. En we gaan die bal ook gewoon trampen op Hagi. Want ik wil natuurlijk dat hij alle doelpunten krijgt.
Ja, want hoe meer doelpunten je met hem scoort, hoe beter het is meegenomen. Het is afgelopen. De scheidsrechter heeft afgefloten. Wat een ontzettend lekkere overwinning. 4 doelpunten van Hagi en hij mag de bal mee naar huis nemen. Ik kan heel eerlijk zijn als ik zeg dat ik ontzettend blij ben dat ik deze video heb gemaakt. Niet alleen dat ik hem heb gemaakt, dat jullie hem hebben gesuggereerd. Want ik heb met Hagi gespeeld en Hagi is nu officieel mijn favoriete speler op FIFA. 3 wedstrijden, 8 doelpunten en ook echt zieke doelpunten. Echt zieke doelpunten. Je wordt bedankt voor het kijken en likes zou super awesome zijn. Vergeet de video niet te delen met je vrienden of je vriendinnetjes of je vader of je moeder. En dan check ik jullie allemaal later. Later gasten.